Bassevelde heeft met Peter Boelens de topschutter uit de reeks in de rangen. Zijn teller staat al op 13. Hij zorgt in dit duel in de subtop voor het eerste wapenfeit. Erevoorzitter Erik de Beulen ziet zijn ploeg zich in de wedstrijd knokken. Kjell Ide pakt uit met een heerlijk volleyshot. Doelman de Pauw is machteloos 1-0 na 10 minuten wedstrijd. Bassevelde neemt het initiatief, maar het is vooral de thuisploeg die prikjes uitdeelt. Aanvoerder Wijngaard probeert het uit de tweede lijn, geen probleem voor de Pauw. In het derde kwartier slaat de fusieclub een tweede keer toe. Henry krijgt een zee van tijd, loepzuiver assist naar Lippens en die maakt het koeltjes af 2-0. Kort voor de rust deze knappe vrije trap van Wijnsbergen. Pauwels raakt er niet bij, Hoste volgt goed en kopt de aansluitingstreffer binnen 2-1. Na de koffie neemt de thuisploeg de beste start. Hendrik pakt uit met een individuele actie, maar zijn schot gaat buiten het kader. Na 10 minuten in de tweede helft wordt de opdracht voor Bassevelde een stuk moeilijker. Houten Keten mag met een tweede geel vroeger dan verwacht onder de douche. Het blijft trouwens een duel op het scherp van de snee. Aan pittige duels en stevige tackles geen gebrek. Toch kruiden beide ploegen deze wedstrijd met leuke voetbalmomenten. Bij Bassevelde laat verdediger Ingels een steek vallen en Hendrik pakt uit met een heerlijke lop. Zijn zesde competitiedoelpunt is goed voor de 3-1. Doornzeele-Kerkbrugge is nu duidelijk de betere ploeg. Vooral de technisch sterke Glenn Poppe is de creatieveling. Hij trekt op zoek naar de 4-1, maar de Pauw zit er goed tussen. Vrijtrap Poppe dan. Aan de tweede paal viert Eekhout het hoogst op, maar zijn kopbal gaat nipt over. Poppe ontbindt dan nog eens zijn duivels. De Pauw kan de bal nog wat stremmen, maar de goed gevolgde De Baardemaker maakt het makkelijkste doelpunt uit zijn loopbaan 4-1. Doornzeele-Kerkbrugge hoort thuis in het rijtje toppers. Ik denk dat met die groep, want ja, dat we toch top 5 moeten kunnen spelen. Ja. Eindroomticketten moeten we wel geluk voor nemen natuurlijk, maar top 5 moeten er zeker in zitten. Ja. Hardbevochten duel daar met 5 goals. Mooi is dat. En dit zijn de andere uitslagen uit de derde provinciale A. En meteen een verrassing.